Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dag vlog. Het is vandaag maandag 7 augustus. Ik heb met de derde nagel afgetrokken. Echt erg. Ik had vorige week een nagelafspraak, maar die was ik dus helemaal vergeten. En nu kan ze pas morgen weer. Alleen ik zit een beetje, als ik het morgen ga doen. Ik ga de 21 op vakantie, dus dat is ongeveer nog... Hey Siri. Hoe lang duurt het nog tot het 21 december is? Dat duurt nog 4 maanden. December zei ik zeker. Hey Siri. Hoe lang duurt het nog tot het 21 augustus is? Dat duurt nog 1 week en 6 dagen. Okay, dus dat duurt ongeveer nog 2 weken. Dus als ik het morgen ga doen, is het al wat uitgegroeid voor de vakantie. Dus ik denk nu ook een beetje gewoon van scheid. Laat ik ze een beetje eraf vallen. En dan ga ik gewoon volgende week. Ga ik dan gewoon eventjes naar... Helemaal ga ik naar Kelly, maar ik denk dat ik nu gewoon even naar de Chinees ga in de stad. Want die doen ook pedicure voor mijn voeten. En dat moet ook. Dus ik denk dat ik dan gewoon even één doe. Even mijn handen en mijn tenen. Dus dat is de planning. Ik ga straks even bellen of ik dat terug kan volgende week. Want ja, ik irriteer me wel echt aan mijn nagels die er nu afvallen. Maar ja, wel zin om gewoon echt helemaal even opnieuw te gaan. Even een nieuwe set is ook niet verkeerd. Dus in ieder geval de nagels die er dan natuurlijk af gaan vallen. Ik doe alleen even snel mijn wenkbrauwen, een beetje gel in. Ik gebruik altijd de Zoës Cosmetics Brow Jam. Echt een aanrader. Wat ik daarmee doe, laat ik eventjes zien. Ik ben dus begonnen aan een nieuw gezichtsmethode qua cleaning en zo. Kijk, ik heb nog een puistje, maar dat gaat ook niet zomaar weg. Maar ik heb het gevoel dat het echt gaat werken. Dus ik doe eigenlijk zo min mogelijk foundation op. Dus wil ik alleen nog gewoon even dit doen. Kijk, ik doe gewoon een beetje hierin zo rollen en dan... En ik heb een kortingscode voor jullie van Zoës Cosmetics. En dat is Melanie 15. Of MZ Lani 15. Ik weet het niet precies, maar je kunt het even proberen. Een van de twee moet lukken. En dan kan ik het gewoon letterlijk zo een beetje omhoog. Ik wil eigenlijk eventjes een shoplog filmen van Lounge. Ik heb samenwerking mee. Ik wacht even gaan filmen. Maar misschien dat ik dat ook wel even vanmiddag doe. Ik eerst even naar het werk ga. Ik moet ook even Vinted inpakken. En ik moet bestellingen inpakken natuurlijk. Want mama die helpt ook met de bestellingen. En dan wil ik eventjes pakken gaan klaarleggen. Want ik ga morgen shooten met Luna en Francisca. En nog meer van Luna haar agency. Luna en Ramon haar hun agency. Dus ja, dan gaan we gewoon lekker foto's maken in zo'n mooie studio. En ik wil dus een beetje die testpakken van mijn webshop wil ik daar gaan shooten. Dus die wil ik even gaan stomen straks en klaar gaan leggen voor morgen. Omdat ik niet meer heel veel foto's heb om te posten op stories en zo. Ik weet niet of jullie nog weten, maar het gaat de laatste tijd niet heel goed met mij. Ik probeer gewoon echt heel rustig aan te doen. Dus ik ben nu ook gewoon lekker gaan uitslapen, rustig aan gedaan. En ja. Heeft iemand trouwens tips voor goede wimperkrullers? Want mijne, ik haal het van de Action of van de Kruidval. Mijn wimpers breken gewoon af. Dus ik gebruik dat niet meer. Alleen ik had laatst even een goede van Francesca gebruikt, van Douglas. En toen was het gelijk omhoog. Ik kan haar even vragen welke zij had. Tenzij jullie nog betere tips hebben. Altijd welkom. En ik doe gewoon even wat vaseline op mijn lipjes. Dan ga ik even ontbijten en dan kan de week weer van start gaan. Ik heb een shirtje aan van Rouge Wanted, gewoon een blusje. En een lekkere flared broek spijker van Test V. Ik haat mijn buisjes, maar... Ik kan er nu wel weer foundation overheen pleuren, maar dan wordt het nooit minder. Dus wij gaan lekker eten en aan het werk. Let's go. We zijn weer op kantoor. Mama had een jurkje besteld via Vinted. En die vond ze toch niet helemaal. En toen dacht Simone, hey, misschien vind ik hem leuk. Maar ja, Simone heeft nu een dikke buik. Want er zit een baby in. Een baby zo groot als hem. Ja. Hoe groot is de baby? Heel groot. Als wat? Je hebt toch zo'n app dat je kan zien? Konijn. Konijn? Oké, hier zit een konijntje in. En we hebben twee grote deuzen. 2 dagen. Jezus, hoeveel dagen nog te gaan? 80%. Wow, echt weinig nog dan eigenlijk. Maar wat vinden jullie? Nog 2 dozen, die ga ik even openmaken. Dat is heel fijn. Ik vind hem wel leuk hoor. Ik vind hem wel leuk, maar met Rientje niet. Sowieso niet dat zwarte rinkje en met het zwarte shirt erin onderweg, want dan zie je het niet zo goed niet. Zielig. Zielig, hè? Ik ga even kijken welke ik het pak. Ik wil shooten morgen. Ik vind deze sowieso leuk met van die cropped broekrokjes.
Dus die wil ik sowieso meenemen. En misschien fuchsia meenemen. Zwart sowieso, want we hebben ook nog dozen van binnen. Misschien emerald. Ik denk dat ik gewoon meerdere kleurtjes meeneem. En dan morgen wel ga zien waar ik zin in heb. En hoeveel ik zin heb om meerdere dingen te shooten. Dus dat ga ik even doen. Kijk, die emerald hebben we sowieso veel van. Roze ook nog. Dus dat is wel leuk om dat een beetje extra te promoten. En hier binnenin zit ook nog veel meer violet kleur en zo. En dat wil ik ook nog doen. Ook die boelboxjes ervan. Maar deze maar even openmaken. Waar nog een violet binnen? Ja, nog een klein beetje. Misschien niet alle maten. They used to stick around. Definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me want to write this song. Deze hele doos ligt vol met een Melanie Scored zwart. Dus die ga ik even allemaal bij elkaar leggen, tellen en aanvullen op de website. Goedemorgen! Wat is vandaag? Dinsdag 8 augustus. En ik ga vandaag een dagje foto's maken in de studio in Drachten. Daarna komt hij nu in beeld te zijn waar we gaan shooten. En Luna en Ramon hebben een hele studio afgehuurd met social figuur. En daar gaan we gewoon met een paar influencers shooten. De laatste zit ik echt niet lekker in mijn vel. En als er iets is waar ik echt geen zin in heb, dan is het wel shooten. Dus ja, ik heb wel zin om er naartoe te gaan, maar foto's maken heb ik echt geen behoefte aan. Dus ik heb in ieder geval al een hele tas met kleding van de webshop ingepakt. Die ik eventueel daar wil gaan shooten, maar als ik er geen zin in heb, dan is het echt kut. En ik heb nog een samenwerking met een gymmerk. En die wil ik daar ook even gaan doen. Dus ik heb nu gewoon even een lekkere outfit aangedaan die gewoon lekker zit. Deze Gravity Blaze van de webshop. Deze Maya top en deze short van ASOS. En een leuk petje. En verder beneden heb ik allemaal van die gekleurde pakken en zo. Die ik daar wil shooten. Dus ik ga gewoon kijken waar ik aan toe kom. Neem jullie gewoon gezellig mee. So, let's go. Het is 25 minuutjes rijden. Dus ik ga zo die kant op. En ik ben er dus 10 voor 10. Good timing. Let's go. Nou, ik ben aangekomen in Drachten. In de studio. Hoe heet deze studio? Studio Noord. Studio Noord. Oké, jongens, ik laat het even vanuit de andere kant zien, want het is zo mooi. Je past ook helemaal bij het interieur. Ja, wel. Ja, een beetje ghetto, maar kijk hoe mooi. Super nice. Spiegeltje. Ja, deze kan je dan blad nog dicht doen. Kan je dit zo voordoen? Oh ja, het echt veel plekjes, zeg maar. Ja, precies. Heel nice, het teddybankje ook niet. Wat zeg je? Een of zo. Oh? Crazy. Hey, toevallig dit tafeltje wilden wij. Bij onze bank. Dat oprecht. Is een combi, zeg maar, van twee. Ja, dat heb ik niet eens. Ik dacht eentje, maar met twee is nog leuker. Oké, foto voor een mond hier, kijk. De bankie. Echt heel leuk. Leuk, hè? Ja. Net zijn de zon helemaal naar binnen. Oh, jammer. Als we slim zijn, moeten we gewoon gelijk beginnen. Daar zijn we de drukte voor. Straks zat ik even. Ik shoot ook veel liever even snel alleen dan dat iedereen erbij is. Jij niet? Ja. Ja, wel heel leuk. Ik ben benieuwd. TikTok. Wat dan voor TikTok? Bij Oh, slim. Ja. Beter, ja. En wij moeten nog even een samenwerking filmen voor een sportmerkje. Dus dat gaan we hier ook lekker doen. Helemaal leuk. Dit is wel leuk om hier zo dat matje neer te leggen zo. Oh ja, dat is goed. Ja, toch? Dat is een leuk hoekje. Bij dat hoekje zo. Heel leuk. Ik zag laatst ook een foto bij... Ik heb mijn pint in de borst aangemaakt. Van Zoe. Yeah, Zoe. Oh, wauw. Maar dat is ook wel vet. Dat kan je hier ook wel een beetje onder die bogen. Heel mooi. Dat is wel echt vet, hè? Ja, zij maakt echt mooie foto's. Ja, heel mooi. Ja, heel vet dit. Hoi! Ik heb weer een superleuk pakketje mogen ontvangen. En dit keer van het merkje hoe spreek ik het uit? Gymavo? Ja. Ik heb weer een superleuk pakketje mogen. Als je kijkt, moeilijk, hè? Ik heb weer een superleuk pakketje mogen ontvangen. En dit keer van Gymavo. En deze gaan we samen even gezellig openmaken. So, let's go. Goed? Daar is het. Kijk, we gaan het even gezellig samen. Unboxen! Oeh, heel leuk. Ik zie in ieder geval iets zwart en twee dingetjes
in een soort van groen kleurtje. Nou, ik heb net even snel een samenwerking gefilmd voor TikTok met Jimevo. Zeg ik het goed, Rommel? Jimevo. Ja. Voor Jimevo. Echt super leuk filmpje geworden. Daarachter met die plant. Ziet er echt vet professioneel uit. En nu heb ik even een pakje aan van de webshop. De testblazer, testpantalon en de Maya top. Super leuk. Die heb ik ook even geshoot. Nu ben ik wel weer klaar mee. Ik heb dit super leuke setje nu aan. De Tess Crop Blazer en de Melanie Skort. Helemaal leuk. En daarbij heb ik de bijpassende. Nee, niet bijpassende, maar ik vind ze er wel leuk bij staan. De Metallic Cowboy Boots. Helemaal leuk. En daar behind the scenes van de shoot van Loon. Nice. Nou, Larissa is er ook. Gezellig. Hey. Zij gaat haar eerste outfitje eventjes shooten. Rokje van Tess V en het shirtje van Neke. Luna, de cameravrouw. Behind the scenes. Ja, dit is heel vet. Vind ik. Ipek is er ook, gezellig. Hi. Nou, wat heb je voor lekkers gehaald? Laat eens zien. Broodjes. Broodjes. We samen kunnen regelen. Bolles. Ja, echt hè? Lekkere broodjes. Heel lekker. Ik denk dat die voor jou is. Ik denk het ook. Carpaccio. Of had je het wit, toch? Ja, klopt. Lekker. Heel nice. Sophie die wilde weer heel uitgebreid. Oh mijn god. Dit is wel een Club Sandwich. Waar is die Club Sandwich? Dit is wel heel lekker. Tussen? Echt? Dat is niet dikker. Oh, ik schrik. Broodje kroket ziet er wel heel lekker uit. Heerlijk. Sophie kan niet meer, toch? Wat ziet dit er mooi uit. Ja. Ja, ook al mooi. Geweldig. Moet alleen niet te veel knoeien. Alles hier is mooi. Oh, ja, zullen wij gewoon beginnen? Ik zou ook even vloggen. Moet alleen niet te veel kruimelen. Ipek de vlogger. Ik heb vlog. Lekker broodje carpaccio. Zo dubbel achter te krijgen. Bon appetit, babes. Bon appetit. We hebben dus allemaal een samenwerking met zonnebrillen.com. En we gaan ze straks even openmaken. Echt veel te leuk. Oh, zo. Alleen. Heel nice. Die valt wel heel erg op, die Reben. En Sophie is ook gezellig gekomen. Die is lekker aan het shoppen. Smakelijk. En mijn lieve vriendinnetje is er ook. Ja, yeah, ik ben weer in de house, mensen. Ja, yeah, wat hebben we je gemist? Eindelijk ben ik er weer. Alsof we een cadeautje krijgen van Sinterklaas. Sinterklaas, welke is van mij? Die. Die? Ja. Oeh. Oh my god. Zo, jij hebt een snoep. Iedereen wacht, jij hebt hem al op die mond. Nee, weet niet. Gelijk een boksen. Sorry. Hij is hier omdat je zo wacht. Oké. Oh, wil je mij Ik wil nu even een moment. Oké, we zijn nu allemaal compleet. En we hebben dus allemaal van zonnebril.com een bril gekregen. Super mooi. En die gaan we nu even unboxen. Jeez, ziel staan. Oh, dat is wauw. Wow. Heel mooi. Dank je. Nee, heel mooi. Niet klein. Nee? Nee, mooi. Kan je hebben? Ja, leuk. Ja, oh, die is ook echt leuk. Heel leuk. En bij jou is op? Iedereen mooi. Ook leuk. Thanks. Zet hem zo bij, ik ben benieuwd. Ik film me. Heel leuk. Hij voelt een beetje klein, maar misschien ligt het aan mij. Hij zit in het begin een beetje strak. Ja. Hoppa. Die is ook ja, mooi. Ja, is heel fijn. Ja? Wow, ja. Dank je. Oh, hij is wel echt groot. Hij is wel echt groot, ja. Echt groot, ja. Te groot. Kijk mijn spiegel. Nou ja, jouw hoofd is gewoon smal. Ja. Twijfel, maar mijn is juist smal. Wat vind je van jou, Larissa? Mag ik dit nou op? Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook Wat vind je, Mel? Doe mijn eens op. Ja, ik weet hoe die staat, die heb ik al. Maar... Oh, echt? Dat is deze. Ik dacht dat je die al had. Nee, die heb ik al. Oh. De Versace. Ik weet het eigenlijk. Zo heeft een man, joh. Hey! Ik heb een filmpje van de Nipkos doorgestuurd. Oh, daar is ze. Knappies! Ik heb deze zonnebril uitgekozen. Doe rustig. Versace, bitches. Welke bril hebben jullie? Versace.
Oh jongens, wat leuk. En we gaan nu even shooten met onze zonnebrillen. Maar eerst een selfie, want Ipek wil op de foto met mij. Ik wil een selfie. Ipek die is fan. We gaan hier niet weg zorgen voordat we een selfie hebben gemaakt. Wel iets meer aansluiten. Dit is dus een... Oh, die zonnebril top! Ja, nou, ja, dit is ook goed. Jongen. Oh ja, nou laten we nog een keertje. Ja, dat is de hele Hey, wat was het een leuke dag. We hebben de hele dag foto's gemaakt bij Studio Noord en Drachten. Echt een mooie studio, echt een aanrader als je even foto's maken houdt of als je een bedrijf hebt of zo. En je hebt foto's nodig of een reclamefilm, weet ik veel wat. Maar het was super leuk en we hebben dus nog een zonnebril gekregen. Versace, helemaal blij mee. En we gingen even met Luna Ramon en Siska naar McDonald's. Alleen onderweg belde mijn bezorger, of in ieder geval de afhaaldienst van mijn pakketten, dat ze autopech hadden, dus dat ze het niet hebben kunnen ophalen voor 5 uur. En om 5 uur gaat het kantoor dicht. Dus hij belt van, ik kom 5:45. Dus ik zeg, denk niet dat we dat redden, want we zouden bij de McDonald's gaan eten. Maar hij zegt, ja oké, en nu? Weet je wel? Dus ja, nu moeten we gewoon op kantoor eten en wachten tot hij komt. Dus ja, over een kwartiertje is hij hier. Dan brengen we de pakketten naar buiten en dan gaan we lekker choppen. Met Luna Ramon en Francisca dus. Dus dat de planning een beetje. Was in ieder geval super leuk. Leuke foto's gemaakt ook. Ik hoop dat er wat leuks tussen zit. We moeten haast wel met zoveel foto's. Vooral gewoon lekker voor de webshop geshoot. En voor samenwerking van dat sportmerk. Dus dat is echt heel fijn dat het allemaal gewoon gedaan is. Dus ja. Ik ga lekker naar binnen. We zijn bij Francisca op kantoor. Want... Die bezorger komt straks. Ze konden helaas niet bij de McDonald's eten. Heb jij in de auto gelegd? Ja, in de auto even. Mooie bloemkes. Wat is dat nou weer voor alcohol allemaal, meid? Ja. Ik ben een beetje... Ik dacht, jij bent een workaholic. Alleen maar water, je weet. Willen jullie wat water? Ik heb drinkjes. Ja, ik wil water. Ja. Oh, heb je geen drinken besteld? Wie heeft een medium? Wie heeft een kleintje? Ik heb een iced medium. Oh, het zijn beide medium. En wat had jij voor drinken? Misschien had ik ook wel kipnuggets erbij gewild, maar dat is misschien dan weer te veel, hè? Ja, ik zit ook altijd te twijfelen. Ja. Om nog iets erbij te doen, maar ik heb meer behoefte. Lastig altijd. Maar had jij hetzelfde drinken als Francisca? Ik weet niet, ik had iced tea. Weet je wat zij had? Nee, ik ook niet. Een quarter pounder, voor wie? Ja. Ik zie jou niet door de bloem, maar alsjeblieft. Door de bloem. Een medium friet? Ja. Dat kan niet van mij zijn. Nee, die is groot. Ja. Deze is voor mij. Dan hebben we daaronder een Big Mac. Of heb jij die ook? Nee. Dat is die ook van mij? Nee. Fake bitch. En dan hebben we nog een chili chicken voor Luna, denk ik. Nee. Francisca? Nee. Voor jou? Nee. Laatste optie. Ik ga raden, ja? Ja. McNuggets voor Francisca, denk ik. Een Big Fries voor Loen. Wat is Francisca nou doen? Een medium friet voor Francisca. En een spicy McChicken. Even kijken voor Luna. Ja. Luna heeft nog geen burger. Dank je. Alsjeblieft. En nog een los frietje in de zak. En die is voor mij. Die is weer aan het vloggen. Sorry. Dag vlog. Nou, Francisca is nu gezellig bij mij. We hebben even lekker gechopt. En we hadden een leuk idee om even lekker naar Snake Week te gaan. Want ja, het is Snake Week. Deze week. Ja. Ik had deze uitstaan. Ik heb zin om wat te doen. Ja, ik had echt zin om wat te doen. Ja, jij hebt altijd wel zin om wat te doen. Dat scheelt. Dat scheelt echt. Maar, zoals Saskia zegt, over de outfit. Nee, ik vind hem wel leuk. Wel? Ja. Wel leuk? Ik vind hem superleuk. Ik zou ook niet iets anders kunnen bedenken wat echt... Even nu goed is. Deze is wel echt het. Ja, dat vind ik ook. Even lekker opvallend, toch? Precies. Alleen zij vindt dus dat ik mijn Balenciaga's eronder moet doen met het oranje erin. Leef maar één keer, mensen. En ik vind dat een beetje zonde. Kom, zijn maar schoenen. Dat wel. En het staat er wel goed bij omdat er oranje in zit. En mijn tasje ook oranje. Dus ja, misschien... Het maakt echt de outfit af. Maar ik merk wel aan mezelf dat ik dan minder relaxed dans en zo. Dat ik dan minder snel die menigte in ren. Ja, maar je hebt ze toch ingespoten? Nee.
Oh. Jij wel? Ja. Ik heb echt geen enkele schoenen van mij ingespoten. Ja. Deze niet, die ik nu aan heb. Oeps. Maar bij die dure wel. Ik zat zo echt erna te denken van, doe ik iets verkeerd? Maar je kan ze gewoon naar... Ja, ik kan hem gewoon weer naar die schone sneaker brengen, ja. Shout-out naar de schone sneaker. Shout-out naar de schone sneaker. Die fix je schoenen sowieso. Zo. Ja, ik ga dat onthouden. Ik doe hem gewoon aan. Zijn we, meid? Zijn we? Wat vinden we ervan? Wat vinden we ervan? Matig? Matig. Matig. Muziek is niet helemaal onze vibe. En we hebben natuurlijk geen drankjes omdat we rijden. Ja. Anders konden we de muziek nog wel een beetje... Een beetje voelen. Ja, maar vandaag niet. Meedoen, maar nee. Helaas. Was dit een goede keuze? We hebben geen chauffeur. Van aanpak, maar ik vind het best een goede keuze. Boeien. We moesten doen, ja. Toch? Ja. Anders zaten we op bed. Dan staat op bed of ik vind in het Leeuwarden in de stad. Ja, dat was ook dat wel misschien wel leuk. Maar ja. Leuk nee. Het kan allemaal nog, hè? Ja. Avond is nog jong. Nou, guess what? We gaan naar huis. Ik wilde nog dingen gaan filmen. Maar nee, dus ik doe even een paar Snapchat beelden in beeld. Want meer hebben we hem niet. Nee. Zoals er zaten allemaal jongens bij onze auto. Dus ik dacht echt even dat ze mijn banden lekker aan het steken waren. Stel je voor. Huh? Huh? De auto ging opeens uit. Dat heb ik nog nooit gehad. Jij? Wel een keer, denk ik. Ik niet. Nee, dus het is 11 uur en we rijden lekker te Osso. We twijfelen nog even of we naar, Leeuwarden gaan. Wat zeg jouw voorgevoel? Mijn voorgevoel zegt dat we wel de stad heen gaan. Wel? Echt stappen? Ik heb wel honger. Ik ook dus. Ik daarom wil ik het... Daarom wil ik het terras op, puur voor de invisering. Een lekker drankje en een lekker hapje. Maar ja, worden we dik van. Ja. Maar ja, nou, we houden jullie updated. Doei. Nou, tijd voor een terrasje in Leeuwarden. Ook nice, toch schat? Ja, heerlijk eten besteld. Ja, heerlijk calamaris. Oh my god, tweede keer eten vandaag. Let's go. Of tweede keer, hè? Vierde keer. Voor mij wel ontbijt, lunch. Nou, nee, je hebt ook wel mech gehad. Ja. En een broodje. Ik heb allemaal tien. Zijn we weer! Hey. We gaan een spelletje doen, hè? En ik mag niet drinken, dus ik mag echt niet verliezen. Zomer al 23. Is het mogelijk? Kleur en klim in mijn haar. Zon schijnt op een kopje, koosje, vuile, vind ik topje. Op vakantie in die Ik hoop dat jullie de vlog vandaag leuk vonden. Vond ik leuk, dan? En dan zien we jullie morgen in de volgende vlog.